Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi en Société Générale. Hallo trouwe volgers van Markets Are Everywhere en ook welkom aan de nieuwe volgers die er in de afgelopen week in mooie aantallen weer zijn bijgekomen. Speciaal nog even voor die nieuwe volgers. Mijn naam is Jean-Paul van Oudheusden en in het wekelijkse Turbojournaal neem ik de actualiteit van de beurs met je door aan de hand van de berichten die mij dan zijn opgevallen. Nou kan het zijn als je deze video kijkt, ja, dat je denkt van goh, waar heeft hij het over? Want je valt wel midden in een verhaal. De beurzen zijn al weken naar beneden aan het gaan. En we zijn in voorbereiding van het kwartaalcijferseizoen. Daar gaan we het in deze video over hebben. Maar dat is het mooie van het YouTube-kanaal. Die video's blijven staan. Om erin te komen zou je altijd natuurlijk nog een paar van de recente video's terug kunnen kijken. Er zijn steeds meer mensen die dat doen. En waar ik dan ook nog reacties op krijg. En het is hartstikke leuk. Maar voor nu, we gaan snel van start. Ik heb in de afgelopen weken regelmatig deze grafiek laten zien. De conjunctuurcyclus van de belegger. Nou, we zitten nog steeds in hetzelfde verhaal. De rentes zijn aan het stijgen. Maar wat wil ik er deze week over kwijt? Kijk, een cyclus wil zeggen dat die niet van de ene op de andere dag is afgelopen. We moeten hem dan ook helemaal doorlopen totdat er iets fundamenteel nieuws gebeurt. En dat gebeurt gewoon niet elke week. Ja, op dit moment zijn we op zoek naar een piek in de inflatie en daarmee een piek in de rente. Maar als dan afgelopen week in Amerika de kerninflatie naar een nieuwe lokale top gaat van 6,6%, ja, dan duiken de beurzen natuurlijk in eerste instantie weer naar beneden. Ook al gaan ze daarna omhoog. Ja, dat is dan even een tijdelijke correctie, maar de trend is naar beneden. Ja, dat verandert niet zo snel. Ja, het goede nieuws, ik heb dit op een aantal plaatsen genoemd, maar volgens mij nog niet in het Turbojournaal. Als je kijkt naar die inflatie, die is hardnekkig. Dat hoor je voormalig DNB-man Nout Welling vandaag weer zeggen. Maar op de financiële markten kijken we ook naar zogenaamde leading indicators. We kijken vooruit. En eigenlijk alle leading indicators op het gebied van inflatie, die laten zien dat die inflatie echt wel op zijn retour is. Of je nou kijkt naar de prijzen van containers, die zijn hard aan het dalen. De huizenprijzen zijn aan het dalen. Het aantal vacatures is aan het dalen. De prijzen van tweedehands auto's zijn aan het dalen. Dus het kan eigenlijk niet dat anders dan op een gegeven moment die inflatie ook afkomt. En dat is goed nieuws. Maar dat is natuurlijk maar een klein deel van het hele verhaal van beleggen op de beurs. Nou, vorige week aan het einde zat deze erin, want dat was net de dag dat JP Morgan topman Jamie Dimon weer even het woord had genomen. Die hadden toen over een recessie in 6 tot 9 maanden. Die noemde een getal van 20% en dat is de afgelopen week meer gaan leven. Beleggers zoeken houvast. Die 20% die heet nu de Dimon Dive. Hè, er zou nog 20% af kunnen. Ja, het is eigenlijk niet gek. Als je zegt de trend is naar beneden, dan is de vraag hoe ver gaan we dan naar beneden? Nou, een aantal weken geleden heb ik al eens een keer een sheet laten zien dat gemiddeld genomen in een recessie, ja, gaan de koersen zo'n 35-40% naar beneden. Nou, we hebben nu zo'n 20-25% gehad. Dus is het niet gek in een heel erg scenario, ja, want hij zegt niet dit gaat gebeuren, maar het zou kunnen, dat er nog een keer 20% afgaan. Ik vind het altijd prettig, want zo komen alle getallen weer bij elkaar. Wat hij met name ook zegt, van het gaat op zich nog steeds goed in de economie. Nou, dat gaan we dadelijk zien aan de hand van die kwartaalcijfers. Maar vaak, als er toch ergens problemen ontstaan, gebeurt dat niet op één plek, maar op meerdere plaatsen. En ik denk gewoon dat hij daar gelijk in heeft en dat we dat ook gaan zien. Nou ben ik optimist van huis uit, dus ik ben ook, misschien net als jij, ook elke keer aan het kijken, ja, maar wie weet is het dan nu toch een keer het keerpunt, nu al. Ja, en dan kijken we door een roze bril. Het is wel moeilijk om wat te vinden. Op dit moment gaat het te veel omdat het lijkt dat Oekraïne aan de winnende hand is in het conflict met Rusland, in de oorlog met Rusland. Als je dan door een roze bril kijkt en je denkt, ja, wat is nou het grote probleem in Europa? Dat zijn die hoge energieprijzen. Nou, stel nou dat dit tot onderhandelingen leidt, wellicht dat Poetin weggaat. Het probleem wat we hebben is dat we ook volgend jaar de gasvoorraad weer aan moeten vullen. Onder een andere president zouden we misschien toch wel weer wat Russisch gas af kunnen en willen nemen.
Maar ja, dat is toch wel erg zonnig gezien als je kijkt naar de rest van de politieke agenda. Want we komen zo bij die kwartaalcijfers, maar we kunnen niet om die politieke agenda heen, want die is topzwaar. Op dit moment is in China de vijfjarige partijbijeenkomst waarin Xi Jinping zijn derde termijn gaat krijgen. Nou, daar gaan we binnenkort wel een keer een aparte video over maken. Laat eerst die hele week maar even voorbij gaan. Maar dat heeft zeker invloed. Wat heeft invloed? Het Chinese beleid, wat ze kiezen voor de komende periode. Nou, dan zijn we, het is vandaag 17 oktober, nog maar 3 weken verwijderd van de midtermsverkiezingen in Amerika. Wat natuurlijk voor Joe Biden en de Democratische Partij ontzettend belangrijk is. En het is geen toeval dat er dan net weer vandaag of dit weekend een video uitkomt van Nancy Pelosi en Schumer tijdens de riot op het Capitool op 6 januari 2021. Ja. Maar dat speelt heel erg mee. Nou, Biden die krijgt de druk, want een week later wordt hij in Indonesië verwacht op Bali voor de G20-top. Dat is natuurlijk een heel erg groot beladen evenement, omdat Poetin daar zeer waarschijnlijk ook naartoe gaat. Omdat het natuurlijk nog niet definitief bevestigd is, dat zal allemaal nog moeten blijken. Maar er is natuurlijk een enorme tegenstelling tussen de democratische landen en de autocratische landen. Nou, die komen daar bij elkaar, dus daar staat ongelooflijk veel spanning op. En overigens, hè, die leiders die komen bij elkaar tijdens de G20-top op 15, 16 november. Maar die top die begint feitelijk al eind oktober met andere besprekingen. Dus daar gaan we de komende tijd ook veel van horen. Ja, en een van de onderdelen daarvan, wat dit weekend werd uitgelicht, is dat Biden ja, toch nog steeds extreem geïrriteerd is, omdat Saoedi-Arabië hem niet heeft willen helpen aan lagere olieprijzen. De OPEC plus landen die hebben juist de olieproductie teruggeschroefd. Ja, daarom zegt hij, ja, we moeten toch onze relatie met Saoedi-Arabië dan nog maar eens een keer opnieuw gaan bekijken. Het is niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt, maar dat valt overal ontzettend slecht. En Biden heeft nu al gezegd, nou, als Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saoedi-Arabië in Indonesië is, hoef ik hem niet te spreken. Dat is allemaal niet wat je wil als langetermijnbelegger. Het doet op dit moment nog geen schade, maar je wil samenwerking, zodat we met z'n allen kunnen groeien, want dat hebben die koersen nodig. Ja, dus deze politieke agenda die draagt er toch wel bij dat de beurs erg zenuwachtig is en zeker niet denkt aan het keihard omhoog gaan. Ja, dat nieuws op de vorige sheet, dat komt dan nog eens bij die handelsoorlog over chips, waar we het vorige week uitgebreid over hebben gehad. Wat is het nieuws van deze week? Dat, jawel, ook ons eigen ASML, maar ook andere Amerikaanse bedrijven, zoals Lam Research wordt hier genoemd, die hebben hun personeel opdracht gegeven om even helemaal geen contact meer te hebben met hun Chinese klanten. Nou, dat is nogal wat. En dat zie je ook terug in de beurskoersen. De semiconductorindustrie die ligt er slecht bij. Dat zien we dadelijk ook nog wel even bij de terugblik van TSMC. Maar dit zijn allemaal dingen, ja, dat kan op een gegeven moment de groei ook van individuele bedrijven in de weg staan. En daarom is dat kwartaalcijferseizoen nu ook weer super interessant om te horen wat bijvoorbeeld meneer Benning van ASML hierover gaat zeggen aanstaande woensdag. Ja, want wat kunnen we dan doen in al die politiek? Nou, mijn idee is, we laten die politiek even voorbij gaan. Het is maar een aantal weken. Ik ben van plan, ik denk dan eind november, een keer misschien wel een webinar of een aparte video te maken over het beleggingsbeleid in 2023. Maar het heeft helemaal geen zin om te gaan speculeren. Laten we nou eerst maar eens even kijken wat die politici onderling bepalen. En dan weten we waarschijnlijk ook in Nederland en in de EU weer veel beter hoe we bijvoorbeeld staan ten aanzien van energie. Dus wat doen we in de tussentijd? We gaan lekker die kwartaalcijfers volgen. Nou, dat begint al deze week en ik mag wel zeggen echt met een topprogramma. Ja. Cijfers van Bank of America, die zijn vandaag al geweest. Die waren prima. Nou, morgen Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix. Ja. Er zitten een aantal bedrijven bij waar je denk ik niet zo heel vaak naar kijkt. Johnson & Johnson is zo'n naam. Maar als je naar de lange termijn koersgrafiek kijkt, dat is een veel rustigere koersgrafiek dan dat je bij heel veel van die hippe, gehypte aandelen ziet. Dus als je toch tijd over hebt, is het echt heel erg leuk om ook eens een keer zo'n persbericht van zo'n bedrijf te lezen.
Nou, woensdag hebben we dan de concurrent van Unilever, Procter & Gamble. Dit is allemaal Amerika, hè? Tesla, IBM, Lam Research. Dat zag je net voorbij komen in het bericht over ASML. Het is een directe concurrent van ASM International. Ja, je hoeft daar niet heel diep in te duiken, maar je moet daar, als je geïnteresseerd bent om te beleggen in chips, toch echt wel even doorheen lezen, wat mij betreft. Nou, en donderdag en vrijdag hebben we dan nog AT&T en Verizon. De week daarna komen de big tech aandelen aan de beurt, onder andere. Nou, in Nederland hebben we ook een aardig lijstje. We liggen altijd ietsje achter qua kalender. Het zwaartepunt ligt iets meer naar achteren, maar deze week woensdag ASML en Just Eat Takeaway. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk. Donderdag Besi en Akzo Nobel. Hè, die recent al een keer een winstwaarschuwing hebben gegeven. Ja, en omdat we elkaar niet spreken voor maandagavond, dinsdag. Maandag komt Philips en dinsdag dan ook ASM International. Dus echt een hele mooie agenda met veel verschillende bedrijven. Kijk nou ook eens een keer naar de bedrijven die je niet altijd volgt. Markets are everywhere. En zeker in dit soort tijden van verandering is het goed om ook eens wat nieuwe sectoren op te zoeken. Dat blijf ik voorlopig nog even zeggen. Nou, dan even een korte terugblik. We hadden eind vorige week TSMC en JP Morgan bij de Big Shots. Ja, TSMC waren hele goede cijfers, wat ik eigenlijk al had gedacht. Waren uitstekende cijfers. De koers ging ook in eerste instantie omhoog. Dit is een koersgrafiek van 5 dagen. Ja, toen gingen mensen zich toch eens wat druk maken over de outlook. TSMC heeft het investeringsbudget van 2022 teruggeschroefd van $40 miljard naar $36 miljard. Dat is toch min 10%. Ja, en ze zeggen, ja, wij zien toch bij een aantal klanten de vraag afnemen. Nou ja, dan denk je, ja, voor 36 miljard, dat is nog steeds een lieve som geld. Kan je nog steeds in Veldhoven en Almere heel veel machines bestellen. Ja, dat moet allemaal nog even blijken hoe dat uitpakt. Er werd ook gevraagd in de call van, wat is jullie verwachting voor 2023? Maar daar zie je toch de terughoudendheid dat ze zeiden, ja, wacht eens even. Er zit nu zoveel tegelijkertijd aan te komen. Dat houden we nog even voor ons. Dat is geen teken van kracht en daarom ging de beurs weer naar beneden. Maar in alle eerlijkheid, bij dit soort dingen, hè, we zitten nu al heel kort op de bal. We moeten dit toch in wat langer termijn perspectief kijken, zodra er wat meer duidelijkheid is. Ja. Ja. Dan nog even over de JP Morgan cijfers. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel over te melden, maar het is een bank. Er zijn wel heel veel mensen op dit kanaal die ook kijken naar ABN AMRO, ING, eventueel andere banken. En het verhaal bij banken is wel overal hetzelfde. Nou, wat zag je hier? Zoals je mag verwachten in Amerika, die rente is flink gestegen. Dat is over het algemeen goed voor banken. Dus de renteinkomsten bij JP Morgan waren ook flink gestegen. Ik geloof met 34%. Maar ja, je hebt Jamie Dimon gehoord, er zit een recessie aan te komen. Banken zijn voorzichtig, moeten een buffer aanleggen om eventuele faillissementen op te vangen. Dus ook de voorzieningen zijn flink toegenomen. En wat dan vaak het verschil moet maken bij de banken zijn de extra inkomsten. Dus niet van geld uitlenen, geld aantrekken, maar bijvoorbeeld uit investment banking. Dan heb je aan de ene kant de handel. Nou, dat zit bij JP Morgan altijd wel goed. Dat was nu niet anders, want die zitten echt wel goed in de wedstrijd. Ja, en de begeleiding van bijvoorbeeld fusies en overnames. Maar ja, het aantal beursgangen en ook het aantal overnames, dat is toch vrij beperkt dit jaar. Dus ja, daar komt nog niet heel veel uit. Vandaar dat je ziet dat de koers eigenlijk het hele jaar al onder druk staat. Het is niet echt een bankaire omgeving. En als je dan het vertaalt naar ABN AMRO en ING bijvoorbeeld. Die zijn natuurlijk de afgelopen jaren allesbehalve heel sterk geworden, gebleven in investment banking. De Europese rente is nog niet zo heel veel gestegen. Dus ik denk, even gewoon voor de vuist weg, dat we van die partijen niet zo heel veel hoeven te verwachten. Dat die met name aan de hele veilige kant zullen zitten. En vooral ook hun buffers intact willen houden voor de recessie die eventueel nog gaat komen. Ja. Nou, dan even kort vooruitblikken. Netflix pak ik er even uit. Die zijn morgen aan de beurt. Dat is altijd heel leuk. Leuk omdat heel veel mensen, beleggers, ook zelf een Netflix abonnement hebben. Dan gaat het toch altijd wat meer leven. Ja, en dit is weer zo'n bericht. Afgelopen week, het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Ze hadden dat al aangekondigd, maar nu is het concreet. In Amerika gaan ze nu ook een abonnement aanbieden
tegen een lager maandbedrag, maar dan krijg je er advertenties bij. Dat is eigenlijk op de traditionele manier. Nou, dat abonnement, dat wordt $6,99 per maand. Dat is echt wel een flink stuk lager dan het maandbedrag dat je betaalt zonder. En dan is de vraag aan jou, als jij een Netflix abonnement hebt en dit komt op een gegeven moment naar Nederland, wat doe je zelf? Stap je dan over? Dat je denkt, nou, is toch een mooie kostenbesparing per maand. Maak mij die advertenties uit. Ik wen daar wel aan. Dan doe ik dat. Of, nee, ja, liever advertentieloos en dan maar wat meer betalen. En waar ik dan zeg, wat doe jij? Het gaat erom, wat doe jij? Maar ook de mensen in je omgeving. Je hoort al heel vaak, als je gewoon mensen spreekt in een soort bus, oh nee, dat ga ik nooit doen. Oh ja, meteen. En dan krijg je al een beetje gevoel hoe dit gaat vallen. Ik vraag me af of het Netflix gaat helpen. Maar ja, ik ben zelf geen fervente Netflix-kijker. Dus ik moet het toch hier hebben van de input van anderen. Ander leuk nieuwtje van Netflix van de afgelopen week is dat ze zich aangesloten hebben in ieder geval het Verenigd Koninkrijk bij het Nationaal Kijkonderzoek. Dus we krijgen ook kijkcijfers meer te horen. Dan kunnen we het beter vergelijken met de lineaire televisie. En dat is natuurlijk als analist van aandelen, bedrijven natuurlijk hartstikke fijn. Krijgen we meer data, kunnen we weer wat van vinden. Ja, het aandeel Netflix staat nu rond de $230. Dat is alweer een flink stuk hoger dan de low, zo ergens rond de 170, maar nog een heel end onder de high. En dit is een leuk bedrijf om ook morgen even naar te kijken. Maar ja, voor mijn gevoel, hè, dit is een mooie week. Ik ga er ook zeker diep in werken. Moet maar even kijken wat we er volgende week mee doen. Maar het gaat echt voor de beurs in zijn algemeenheid volgende week om die big tech bedrijven. En ja, ik had ze er allemaal uit kunnen pakken. Ik heb er even eentje gekozen, Microsoft. Waarom? Hè? Wat is het verhaal bij Microsoft, Apple? Heb al een paar keer laten zien, we zijn nu eigenlijk, hè, bij groeiaandelen voor een heel en teruggezakt naar het niveau van eind 2019 voor wat betreft de koersen. Maar die big tech aandelen, in ieder geval bijvoorbeeld Microsoft en Apple al helemaal niet, die hebben dat nog niet gedaan. Dus de vraag is eigenlijk een beetje, kunnen zij stand houden met hele goede cijfers en resultaten, of gaan zij toch onvermijdelijk ook terugvallen naar wat we dan maar even noemen het Diamond Dive level, zo'n 20% onder de huidige koers. In het geval van Microsoft kom je dan uit rond de $175. En dat is echt zo'n beetje de koers van eind 2019. Nou, bij al die bedrijven zijn er eigenlijk twee kanten. Bij Microsoft in de business van de PC's en de software en de dingen, dat gaat natuurlijk niet meevallen, want dat beeld dat horen we nu al weken ook van andere bedrijven. Komt ook nog eens een keer bij die sterke dollar. Dat zal Microsoft ook niet helpen. Maar afgelopen week was er dus opeens de topman van de cloud divisie. Die zei, ik zie klanten hun benen niet stilhouden. Dus in onze cloud divisie, hou er maar rekening mee dat het goed gaat. Nou, dan gaat het natuurlijk om de verhouding. En Satya Nadella, die was vandaag ook nog bij Yahoo Finance op een of andere tech summit of whatever. En die zei ook nog, ja, die cloud, dat is zo ontzettend belangrijk. Die preekt natuurlijk voor eigen parochie, hè? Dat snap je zelf ook. Maar die zegt, die cloud, dat kan toch bedrijven helpen, ja, om heel energie-efficiënt te worden, omdat je van allerlei dingen kan meten. Het kan kosten besparen. En dat kan uiteindelijk toch ook, als de kosten laag blijven, de inflatie helpen. Nou, mooi verhaal, maar ik geloof er in dit geval wel in. De vraag is gewoon alleen, hoeveel blijven ze verdienen in die cloud business? En waar ik dan Microsoft zeg, geldt dat dan natuurlijk ook voor Amazon met AWS en Google. Ja. Nou, heel kort, Meta. Daar komen nu allemaal geruchten dat ze de doelstellingen ook voor de korte termijn met hun metaverse niet gaan halen. Ik hou mijn hart vast voor die cijfers. Ze hebben inmiddels een datum geprikt, komen ook volgende week. Dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Maar goed, dat zijn de kwartaalcijfers. Een hele mooie week voor de boeg. Ik hoop ook echt dat je mee gaat doen. En het is ook leuk om even in de comments te laten weten waar je naar kijkt en wat je dan ziet. Of je vragen hebt, wat je opvalt. Dan kunnen we daar met elkaar iets meer discussie over krijgen. Zou ik erg leuk vinden. Ga ik ook mijn best doen om daar ook allemaal op te reageren.
Ja. Maar goed, we zitten dan natuurlijk, waar we mee begonnen, toch ook nog met dat macroverhaal. Ja, dat vind ik dan leuk van het maken van video's en berichten voor Markets Are Everywhere. We hebben het hier al vaak over de energieprijzen blijven langer hoog. Een tijdje geleden heb ik ook deze sheet laten zien van Total, waarbij je ziet dat op het gebied van gas, dat we eigenlijk nog 4 jaar lang tegen tekorten aanlopen. Nou, dat is nu ook het grote thema. De gasvoorraad is nu gevuld, maar hoe die nu gevuld is, is ten dele dit jaar toch nog gegaan met behulp van Russisch gas. Volgend jaar willen we dat niet. Komen we dan wel aan genoeg gas? Dat zie je nu in de mainstream media overal. Dus dat is eigenlijk geen discussie meer. Ik kan daar ook weinig aan toevoegen. Ik denk dat dat de juiste visie is. En ja, de toekomst zal dat moeten leren of er nog ergens goede gasdeals gemaakt kunnen worden. Heel makkelijk lijkt dat niet te zijn. Dus daarom gaan we uit van hogere energieprijzen voor een langere tijd. Maar beleggen is vooruitzien en ook vooruitdenken. En dan werk je met scenario's. En het punt wat ik hier wil maken is dat het verder gaat. En dat zien heel veel mensen nog niet. Het gaat verder dan alleen maar energie bij de grondstoffen. Ja. En nou, daar kunnen we hele aparte video's over maken. Ik zoom nu even in op één ding. Het gaat om doelstellingen van overheden. En in Europa zeggen we, wij willen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. En het liefst op een gegeven moment klimaatneutraal worden. Maar ja, er moet een sluitend verhaal bij komen. En dat is er op dit moment niet. Want als je nou kijkt, er zijn kritische metalen nodig om die energietransitie te maken. Waar moet je dan aan denken? Het lijstje hier gemaakt. Het gaat met name om aluminium, koper, lithium, nikkel en zink. In iets mindere mate om kobalt en rare earth metals, zeldzame metalen. Maar ik kwam een heel aardig artikel, en dat is heel aardig voor de gedachtegang, op een website die ik verder ook niet ken, Mining Technology. En dat artikel is trouwens al van juni van dit jaar. Maar gewoon even als denkoefening, wat kan Europa doen? Als ze dat willen doen, dan moeten ze dus zorgen dat ze toegang krijgen tot die metalen. Want die hebben we nu zelf by far niet in de mate die nodig is om die ambitie op het gebied van klimaatverandering waar te maken. Nou, ze zeggen dan in dat artikel zijn eigenlijk 3 opties. Europa kan zelf mijnen openen. Ja. Dat is helemaal niet zo'n gek idee. Dat hebben we tientallen jaren geleden ook gedaan. We doen het nu alleen niet meer, omdat we dachten, nou weet je, laat dat allemaal maar in lage lonen landen. Een smerige business. Wij kunnen ons beter richten op diensten en dan kopen we de producten wel in andere landen. Maar ja, die mijnen zitten vaak in landen wat we dan nu noemen unfriendly countries. Dus je kan ervoor kiezen om het zelf weer te gaan openen. Duurt heel lang, veel te lang om überhaupt op het schema te blijven van het klimaatakkoord van Parijs. Moet je denken 10, 15, 20 jaar. En bovendien is heel veel publieke aversie tegen. In Servië willen ze nu een lithiummijn al een hele tijd openen. Ja, daar komen een hele tijd bezwaren tegen. Dat beeld herken je wel. Dus het is niet waarschijnlijk dat het deze kant opgaat. Wat je dan ook kan doen, is de grondstof in die andere landen kopen en zelf raffinaderijen opzetten. Want je zegt, dan hebben we hier toch ook een beetje werkgelegenheid. Maar ook dat is een flinke investering. En dan zit je nog steeds mee dat je wel die grondstoffen moet inkopen. Optie 3, dat is eigenlijk het meest logische. Dat je zegt, wij zijn afnemer, wij zijn klant. Wij financieren de mijnbouw in een ander land dat rijk is aan die grondstoffen en ons kan helpen met die energietransitie. En dan spreken we ook af dat we voor lange termijn afnemer worden. En zo maak je met elkaar die energietransitie compleet. Maar ja, nogmaals, die mijnen, die zitten dan vaak, die grondstoffen zitten vaak in landen waar we nu mee op gespannen voet staan. Omdat ze zeg maar in het andere kamp van Rusland, China zitten. Nou ja, een lang verhaal kort. Kijk, China is gewoon een ideale partner voor Europa om samen te werken op dit soort gebieden. Als je dat artikeltje opzoekt, Mining Technology, van al die metalen die daar staan, heeft China gewoon de meeste raffinaderijen, vaak meer dan 50% per metaal. Ja, dus het zou heel logisch zijn om met hun zaken te doen. Om te zeggen, wij nemen op lange termijn
bij jullie die spullen af. En dan werken we met elkaar in die transitie. Ik denk eerlijk gezegd nog steeds dat China daar niet tegen is. Maar ja, we hebben een tijdje geleden die speech gezien van Robert Habeck, de Duitse minister. Nou, we zien ook wat Amerika, weliswaar op het gebied van chips, maar doet tegen China en Taiwan. Dus ja, of het ervan gaat komen, dat zal echt allemaal moeten blijken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat die financiële markten, die kijken mee. Die kijken mee wat de EU gaat doen. Ze vinden een hele hoop goed, maar ze zeggen je moet een sluitend plan hebben. Dus als je zegt ik ga dit doen, dan moet het onderbouwd zijn en dan moet het werken. En waar hebben we dat nu deze week gezien, hoe hard het dan kan gaan? Dat was in het Verenigd Koninkrijk. Ja? Liz Truss is net Boris Johnson opgevolgd. Ze kwam met een soort megalomaan belastingplan om de rijken nog wat rijker te maken. En dan te denken trickle down en dan gaat de onderkant wel mee. Nou, de financiële markt die zei dat als je dat gaat doen, dan heb je een rente nodig. Ja, die moet echt ongeveer het dubbele zijn van wat er nu staat. En zo werken de markten. Die denken nou, als jij je plan niet verandert, dan zetten we die rente daar alvast neer. Dus die 30-jaars rente, de lange rente in het Verenigd Koninkrijk, die ging als een gek omhoog. Die stond nu pas op 4,7. Ja. Nu heeft Liz Truss gezegd van oké, 180 graden draaien, we gaan de andere kant. We gaan het niet doen, we gaan het helemaal anders aanpakken. Ik ontsla mijn Chancellor of the Exchequer, de minister van Financiën. We nemen een andere. Maar ja, dan zeggen de markten, ja, een lekker lange termijn plan is. Dus er is absoluut geen vertrouwen in het plan van het Verenigd Koninkrijk. En daar zit mijn angst voor de EU. Er moet echt een goed plan komen, ja, onderbouwd plan, hoe ze hun doelen willen gaan realiseren. Anders loop je in Europa hetzelfde risico. Ja, en in die zin, kijk, er zijn nu ook allemaal mensen die hebben die min 20% die diamond dive al bijna ingetekend van, oh, wat gaat het slecht. Nou, dat gaat mij veel te ver, omdat de euro zo laag staat. Kan je bij als partij buiten Europa, in Europa, lekker goedkoop winkelen. En hopelijk ook bij onze maakindustrie. Dat moet dus allemaal uit die kwartaalcijfers gaan blijken. Ja, maar het is wel iets om rekening te houden. Beleggen is nou eenmaal ook werken met scenario's. Ja. Nou goed, dan even de kant van China, van het verhaal van die grondstoffen, eigenlijk in zijn algemeenheid. Kijk, ik merk dat het sentiment ten aanzien van China ontzettend slecht is. Ja, dat is natuurlijk logisch, omdat ze zich niet hebben uitgesproken in dat conflict met Oekraïne. Dat we echt denken van, wat zijn dat voor een rare Chinezen, om het zomaar te zeggen. Maar als je gewoon kijkt qua financiële markten, ja, er zit heel veel koopmansgeest in dat land. Ze hebben de afgelopen tijd heel veel geld verdiend aan containerschepen, ja, die voor de hoofdprijs nodig waren om spullen bijvoorbeeld tijdens de pandemie naar Europa, naar het Westen te krijgen. Nou, ik zei al in het begin, die containerprijzen die nemen nu af. Ja. Dus hebben ze daar nu even niet zoveel werk. En dat wil niet zeggen dat het exact dezelfde werknemers zijn. Maar wat zijn ze nu aan het doen? Nee, er is veel vraag naar LNG-tankers. En die moeten worden gemaakt. En guess what? Meer dan 50% van die tankers wordt gemaakt in de fabriek van de wereld in China. Ja, dus ze zijn daar heel flexibel. Ze denken, hé, ik zie ergens vraag. En dan wil ik het doen. En dan wil ik het ook ontzettend goed doen. En dan wil ik er gewoon wat geld aan verdienen. En daar is op zich niks mis mee. Dat is denk ik een hele goede handelsgeest. Ja. En dat is ook de concurrentie, als je het mij vraagt, waar het Westen mee te maken heeft. En wij zeggen dan, ja, die Chinezen die steken overal hun neus in. Ja, dat valt wel mee. Ze kijken gewoon, waar is vraag? Kan ik er een rol in spelen? En dan ga ik het doen. En dan zijn er genoeg Chinezen in ieder geval in de verschillende gebieden. Want ze hebben zich de afgelopen jaren heel veel ontwikkeld. Ja, dan nog even een kort bericht. Toch uit die week die ze nu hebben met de bijeenkomst van de Chinese partij. Wat ik zag. Ja, daar gaat het om. Gaat Xi Jinping nou de komende periode meer op de economie sturen? En bijvoorbeeld ook anders met het coronabeleid. Want het coronabeleid, ja, dat blijft toch wel de wenkbrauwfronsen, ook bij mij. Je denkt van, waar gaat dit nu naartoe? En dat is voor die mensen daar volgens mij ook echt niet leuk. Maar blijkbaar wordt dat voorlopig allemaal toch nog geslikt. Nou, de eerste berichten
is dat er nog niet zoveel gaat veranderen. Maar ik denk dat het een beetje te vroeg is om dat nu al te concluderen. Dus nogmaals, laten we die hele week maar even voorbij laten gaan. En dan kijken we volgende week wel wat de echte samenvatting wordt. Nou ja, dan kwam ik nog even. Ik zat even vooruit te kijken naar die G20-top. Die dus begint, geloof ik, op 25, 26 oktober. En waarbij dus de regeringsleiders op 15, 16 november bij elkaar komen. Bali, Indonesië. En je gelooft het bijna niet. Hè, met die selectie die ze daar bij elkaar hebben. Met Rusland, China, de VS, Saoedi-Arabië, noem maar op, de EU. Het thema is Recover Together, Recover Stronger. Dat gaat dus nog heel veel over hoe komen we met z'n allen de pandemie uit. Er zit heel veel gezondheidszorg in. Maar we weten natuurlijk allemaal dat die agenda anders is. Maar het is toch wel intrigerend dat dit als verbindend thema wordt gekozen. En we gaan het meemaken. Ik denk dat er echt ongelooflijk veel spanning op die bijeenkomst staat. Nou goed, dan even terug naar ons als beleggers. Ik heb weer een hele hoop informatie over je uitgestort, die kwartaalcijfers. Kijk, ik maak op dit moment even onderscheid in twee categorieën. Ik geloof heel erg in die digitalisering. Voor de transparantie, ik beleg zelf ook in Microsoft onder andere, maar via ETF's ook in al die techbedrijven. En ik denk ook dat die digitalisering een lange termijn trend is die doorzet en dat er inderdaad nog steeds bedrijven bij komen die aanhaken, omdat het gewoon een goed idee is om heel veel spullen in de cloud te hebben staan in plaats van in allerlei aparte servers, om het maar even heel makkelijk te zeggen. We moeten natuurlijk kijken hoe dat doorgaat, maar waarom is er een onderscheid? Die digitalisering, die is behoorlijk vrij van grondstoffen. Je hebt natuurlijk wel de energie uitstoot bij datacenters en het stroomverbruik, et cetera. Daar moet wel naar gekeken worden. Maar anders dan in de maakindustrie heb je hier niet zo'n heel lijstje basismetalen voor nodig om die business te doen. Dus je moet toch een beetje een gespreid beleid in een portefeuille hebben. Die digitalisering kan je echt wel verwachten dat die op andere dingen letten. Nou moet je dus met name kijken, komt die recessie er en houden bedrijven de benen stil of niet? En groeit het gewoon in een goed tempo door. Kijk, in die maakindustrie geldt het voorbeeld wat ik net heb laten zien van die grondstoffen. En daar maak ik me dus ernstig zorgen om. Daar zitten gewoon hele grote verschillen of je toegang hebt tot goedkope grondstoffen of niet. Als je tegen een goede prijs kan krijgen, want dat bepaalt je concurrentiepositie. En dat moet je nou eens meenemen als je de komende 2-3 weken naar die kwartaalcijfers kijkt. Let nou eens even op dat soort dingen. Nou, waar ga ik zelf in ieder geval naar kijken? Kijk, ik heb eigenlijk even twee setjes voor nu. Deze zijn lang niet volledig, want dat hele lijstje met aandelen wat ik net liet zien bij de kwartaalcijferoverzicht ga ik volgen. Maar waardeaandelen die relatief China-vrij lijken te zijn voor nu. Hè. Ga natuurlijk naar Shell kijken volgende week. Energie langer hoog. Shell heeft British Gas ooit overgenomen. Dat zou toch tot uitdrukking moeten komen in die cijfers. Ook al heeft Shell eigenlijk een soort waarschuwing gegeven. Nou, verwacht niet te veel. Maar ik ben heel benieuwd. En waar ik Shell zeg, geldt dat natuurlijk voor de hele sector. Ahold Delhaize, nu weer in het nieuws omdat Kroger een bod heeft gedaan op Albertsons. Waar Ahold Delhaize naar werd gezegd ook achteraan zit. Interessant is dat de koers van Albertsons absoluut niet op het niveau staat van het bedrag dat Kroger heeft geboden. Dus de markt lijkt te denken, ja, dit is toch een mededingingsdingetje. We moeten nog maar eens zien of het doorgaat. En dat verklaart waarschijnlijk ook dat de koers van Ahold Delhaize op dit nieuws nog niet is gedacht. Maar Ahold, 60% of meer van de business uit Amerika, sterke dollar, worden denk ik gewoon goede cijfers. En ik betaal me in de supermarkt ook helemaal schil aan de boodschappen. Heb ik in ieder geval het gevoel. Dus ik denk dat het wel goed zit met Ahold Delhaize. Microsoft hebben we het al over gehad. Eli Lilly, farmacie, ook zo'n waardeaandeel. We worden allemaal steeds ouder. Er komen steeds meer goede medicijnen bij die ook gekocht worden. Bezuinigen mensen niet op. Dus dit is een setje waardeaandelen in de categorie. Als je nou eens een keer naar wat anders wil kijken dan wat je misschien altijd al kijkt. Maar dan heb ik ook nog een setje. Dat heb ik maar even genoemd. Diep in China. En daar staan niet de minste namen op. Nou, Apple hebben we het hier natuurlijk ook al wel eens over gehad. Die afhankelijkheid. Tesla is natuurlijk heel erg afhankelijk. Op dit moment loopt het daar niet mega lekker.
Besi, kom ik zo nog even terug. Volkswagen haalt een groot deel van de omzet en heeft ook veel van de productie in China zitten. En Nike, Xinjiang, Catoon, die komen deze cyclus nog niet in de voorhoede aan de beurt. Maar bij deze aandelen, let nou eens specifiek op het China-gedeelte als je het leuk vindt en er doorheen leest. En dan ben ik benieuwd wat je tegenkomt. En natuurlijk doe ik daarvan hier op het kanaal ook weer verslag. Ja. Nou, even tot slot deze week. Tesla en Besi, twee van die bedrijven op het diep in China lijstje. Nou, Tesla, ja, de koers was afgelopen vrijdag al flink onderuit. Staat ook sterk onder druk. Nu kwam ook nog een keer het bericht dat ze in Duitsland toch vertraging oplopen met de eigen productie van batterijen. Dan denk ik, ja, is dat nou echt zo? Of is dat nou zo omdat ze toch ook moeilijk aan die grondstoffen kunnen komen? Je hebt Cattle, de grote batterijenmaker uit China. Die hebben op een gegeven moment hun plannen voor de VS al on hold gezet. Ik weet het niet. Achter de schermen zullen daar veel discussies zijn. Ik vind het niks voor Tesla om dat niet voor elkaar te krijgen. Maar we gaan het zien of ze daar komende week nog iets meer over zeggen. En naarmate het verhaal is, Tesla is een van die aandelen, hebben nog steeds een hele hoge koers-winstverhouding. En ook al is het Tesla, als Elon Musk blijft praten over Twitter en over Starlink in Oekraïne en dat hij een oplossing heeft over Taiwan. Mensen willen het verhaal horen dat die semi-trucks eraan zitten te komen, dat die cybertrucks eraan zitten te komen, dat die omzet draait op zijn autobusiness. Dus heel interessant en staat denk ik ook voor de beurskoers van Tesla vrij veel op het spel. Ja, en dan Besi. Gewoon eventjes vooraf. Je kunt dit gewoon terugvinden in het persbericht van 21 juli over de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal. Hoe gaan we de berichtgeving in? Ze hebben gezegd, hè, in het tweede kwartaal, we hebben minder omzet. Want het ging, de orders gingen 32% naar beneden. Onder andere door minder vraag, daar heb je hem, uit China. Dus ja, dat is toch de vraag. Is dat structureel? Was dat tijdelijk vanwege de lockdowns? Ik ben erg benieuwd, maar ik zou zomaar kunnen zijn. China heeft zoveel geïnvesteerd in die semiconductor business dat ze een deel van de producten die Besi levert inmiddels ook zelf kunnen doen. Ja, of dat het gewoon vertraging is vanwege een recessie, begrijp me niet verkeerd. Besi heeft superproducten, zijn ook marktleider in veel van de gebieden dat ze doen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat er geen concurrentie of recessiegevoeligheid is. De outlook, ja, die hebben ze in juli al naar beneden bijgesteld. Om te zeggen, nou, voor het derde kwartaal verwachten wij dat onze omzet met zo'n 20 tot 30% daalt ten opzichte van het tweede kwartaal. De marge die blijft wel heel hoog, maar die omzet neemt al af. Dus als je dadelijk ziet dat er een daling is, dan moet je dat afzetten tegen de verwachting die de markt al heeft. Nou, Tesla is aan de beurt op de 19e, Besi op 20 oktober. Het wordt een hele mooie week. En dit zijn maar twee van de bedrijven om naar te kijken. Hiermee komen we aan het einde van het Turbojournaal van deze week. Onthoud nog een keer, de informatie hier is nooit genoeg om beleggingsbeslissingen op te nemen. Het zijn haakjes. Het om je te inspireren om er verder eens wat naar te kijken, aanknopingspunten, zodat je in de weerwar van alle beursberichten een beetje gericht op zoek kan naar informatie die past bij jouw manier van beleggen. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.